Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En deze video gaat over ghost gaan. Want er is een periode in je leven dat je, als je grootste dingen wil bereiken, als je een verandering wil maken, als je wilt stoppen met je huidige studie, als je wilt stoppen met je huidige baan, als je wilt verhuizen naar het buitenland, als je een groot bedrijf wil opbouwen, als je grootste dingen wilt bereiken, zal je daar dingen voor moeten opofferen. En dat heb ik zeker zelf ook gedaan in mijn jongere jaren. Ik ga je precies vertellen wat ik heb gedaan, maar ook wat jij niet per se hoeft te doen. Nou, vanaf mijn 18e ben ik helemaal gestopt met het stukje uitgaan. Het stukje zuipen heb ik toen ook al op een heel lager pitje gezet. Af en toe deed ik wel eens wat, maar ik merkte dat ik me steeds minder in kringen bevinden met mijn vrienden. Vrienden tussen aanhalingstekens van middelbare school, et cetera. En me steeds vaker in de Albert Heijn zag. Aan het vakken vullen, op zoek naar geld. Vrienden die ik had, die werkten bij de Albert Heijn. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje mijn vriendencirkel destijds. Dus ja, ik werkte gewoon veel na school. Ik werkte weinig aan school, laat ik het zo zeggen. Maar ik werkte na school vaak in de Albert Heijn. Of ik ging naar de gym. Of ik had voetbaltraining of ik had tennistraining. Dus mijn dagen zagen er eigenlijk best wel vol uit die tijd. Sport was wel een essentieel belang daarin. En ook een hele belangrijke factor voor mij geweest om in persoonlijke ontwikkeling te gaan, online ondernemen. Dus dat zo raad ik sowieso aan om te doen zo snel mogelijk. Te gaan sporten, of het nou gym of voetbal of tennis is. Sporten zijn gewoon heel erg belangrijk voor jouw ontwikkeling. Die hebben mij ook heel erg geholpen. Daarnaast, het stukje ghost gaan heeft dus ook te maken met, ja, niet te veel alcohol nemen, geen drugs nemen, jezelf niet laten verdwalen, et cetera. Tuurlijk heb ik af en toe nog wel eens wat dingen gedaan, maar er zijn ook periodes geweest dat ik gewoon 6 maanden lang ghost ben gegaan. Dat was net toen ik het 9 tot 5 leven inging. Dus toen was ik gestopt met studie. En ik dacht van, hey, wat moet ik nu doen? Ik had een baan gevonden, 40 uur per week. Ongeveer 20 minuten van mijn huis met de scooter. Daar werkte ik 40 uur per week en toen zag ik pas echt wat het, ja, matrix leven echt inhoudt. Ik verdiende 2000 euro per maand, maar ik werd er absoluut niet gelukkig van. De enige gedachte die mij sterk hield destijds was, als het 4:30 was en ik reed naar huis op mijn scooter, dat ik 100 euro had verdiend. Op maandag. Op dinsdag hetzelfde. Op woensdag hetzelfde. Op donderdag hetzelfde. En op vrijdag 100 euro plus dat het weekend was. En de weekenden waren zo kort en ze gingen zo snel voorbij dat, ja, ik leefde echt in een bubbel. Het was alleen maar werk, 40 uur per week. Daarnaast had ik ook nog mijn eigen online business, wat toen niet liep. Nou, laten we zeggen dat daar ook per week wel 20, 30 uur in zat. Laten we zeggen 30. Dus dan kom ik al op 70 uur weken. Plus dat ik nog die tijd ook nog 7 dagen per week sportte. Ja. Eigenlijk wel. 7 dagen per week sporten. Nou, laten we zeggen dat het ook 14 uur per week is. Dat ik wel echt wel weken maakte van 80 uur per week. Ja, dat heeft me destijds ook wel opgebroken. Maar dat heeft me destijds wel laten inzien van als je ergens voor gaat en ergens alles voor geeft. En met alles bedoel ik ook alles. Alles wat er maar mogelijk is om jouw doel te bereiken. En voor mij was het bijvoorbeeld succesvol worden met e-commerce. Dus investering, coaches, 5000 euro's, daarin pompen, videocursussen, alles checken, alles implementeren, alles doen, alles eraan doen om jouw gewenste eindresultaat te behalen. Je doelen stellen, wekelijkse doelen, dagelijkse doelen, maandelijkse doelen. Iets wat ik nu toepas is elke dag mijn top 10 doelen opstellen die ik heb. En dan ga ik checken hoe ik die zelf kan bereiken en hoe ik daar zelf progressie in kan maken. Dus dat is wel een hele belangrijke les. Van hey, het is heel leuk, iedereen heeft doelen, iedereen heeft jaarlijkse doelen, maar schrijf ze ook alle top 10 doelen dagelijks op. En misschien gaat dat jou helpen om jouw doelen te bereiken. Maar het ghost gaan is dus een hele lastige periode waarin je dus, ja, niet date of amper date, laat ik het zo zeggen. Amper vrienden ziet, niet uitgaat. Letterlijk 1 keer uitgegaan en daarna werd ik gelijk ziek in mijn laatste week op werk. Dus dat zegt ook al genoeg van hey, ja, je kan gewoon weinig hebben in die periode. Maar het is wel iets waar ik heilig in geloof, is dus die 6 maanden periode. Om 6 maanden ergens alles voor te geven, zal misschien geen life changing resultaat behalen.
En voor mij was het wel life-changing, omdat ik een paar duizend euro winst pakte naast mijn huidige baan. Waardoor ik kon stoppen met die baan, fulltime dat risico kon nemen. En toch iets in mij had nog iets van, ik moet nog een ander baantje erbij nemen. Dus ik had een baan gevonden voor 3000 euro per maand, voor 3 dagen per week. En ik verdiende 2000 euro per maand in 5 dagen per week. Maar dat bedrijf bleek dus een witwasserij te zijn en een scam. En ze hadden me eigenlijk al aangenomen. Maar in die week werd ik dus ziek van het uitgaan. En had ik me dus afgemeld voor mijn eerste werkdag. Toen hadden ze gezegd dat ze niet meer op zoek waren naar mij als werknemer. Iets in me was heel erg gefrustreerd, maar aan de andere kant dacht ik, fuck it, ik ga gewoon all in op online ondernemen. Dat was uiteindelijk de beste keuze die ik ooit had kunnen maken. Want dan had ik daar misschien nog wel een half jaar gewerkt. Nou, dan had ik 3 keer 8, 24 uur had ik, laten we zeggen, ook weer 30 uur per week. Zou ik dus aan het werk zijn. In ieder geval met reizen, et cetera. Ga ik gewoon vanuit dat alles bij elkaar 30 uur is. En daar verdiende ik dan wel een paar duizend mee, maar dan kon ik die tijd niet in business steken. En ja, zeker als je nu die tijd hebt in je jongere jaren, investeer deze, want jij hebt tijd. Dingen hoeven niet snel te gaan, maar je kan wel die tijd goed investeren in de juiste dingen. Dus bijvoorbeeld in boeken lezen, podcast kijken, mentors nemen, coachings nemen, YouTube dingen checken, jezelf ontwikkelen, actie ondernemen. Daar leer je echt het meeste van. Je kan elke podcast, elk boek lezen, wat je maar wil. Maar het gaat uiteindelijk om die actie nemen, te ontwikkelen. Dat keer op keer te gaan doen. En daarin dus die progressie te gaan behalen. Dat is het allerbelangrijkste, want daar leer je het meeste van de dingen doen. Niet van de dingen checken. Dingen checken is enorm belangrijk, maar het is een combinatie van beide. Ik hoop dat je superveel hebt gehad aan een van mijn talks weer. Vanuit mijn villa in Bali, vanuit mijn slaapkamer, met hiernaast het zwembad. Over een paar dagen verhuis ik naar een andere villa. Ik hoop dat jij er een mooie dag van maakt. Like en abonneer op mijn YouTube-kanaal. Want volgens mij 70% van jullie heeft dat nog niet gedaan. En dan checken jullie weer graag in een nieuwe video. Ciao, ciao.